De mensen van de tiplijn op 0800 60 70 zitten klaar voor uw informatie. We beginnen heel actueel met een drama in Leiden. Daar trof de vriendin van een 38-jarige man afgelopen donderdagavond haar partner levenloos aan in zijn appartement aan de Korte Lange Straat. Ze waarschuwde direct, het was toen 19:30 's avonds, de politie, die al snel concludeerde dat de man slachtoffer van een misdrijf was. Na forensisch onderzoek werd de woning verzegeld en ondertussen werd ook direct nagegaan waar het slachtoffer eerder die dag misschien nog gezien was. Hier nu zijn laatst bekende beelden. In overleg met zijn familie tonen we de man nu onherkenbaar. Maar hij is hier eerder diezelfde donderdag om 11:45 gefilmd als hij binnenstapt bij deze Albert Heijn aan de Hooigracht in Leiden. Ook al ziet u zijn gezicht niet, de man is ontspannen en haalt in een paar minuten wat huishoudelijke boodschappen, zoals brood en vuilniszakken. Hij betaalt contant. Naar idee, 8 uur na deze beelden wordt de man dood aangetroffen. Er is nog net te zien dat hij, als hij rond 11:30 de supermarkt uitloopt, direct links afslaat. Dat is richting de Ingenieur Driesenstraat. Dat was dus afgelopen donderdag, 11:30 's ochtends. 19:30 's avonds is zijn lichaam gevonden. We hebben nu meneer Goyert aan de lijn. U wil zoveel mogelijk informatie over die uren daartussen. Ja, dat klopt. We komen heel graag in contact met iedereen die het slachtoffer na zijn vertrek uit die Albert Heijn daar in Leiden heeft gezien. Misschien is hij opgevallen doordat hij die boodschappen droeg door zijn pet of door zijn Lacoste trainingspak. Met de streep langs zijn broekspijp en de streep over zijn borst. We zijn ook benieuwd of hij misschien nog met anderen is gezien. En of er die middag en vroege avond iets is opgevallen rond zijn appartement aan de Korte Lange Straat. Dat appartement zit in het complex achter de parkeerplaats met die puntdaken. Ja, hier zien we dat appartementencomplex. Geef alsjeblieft snel een seintje als u iets is opgevallen. Bel gratis 0800 60 70 of mail via onze site. En uiteraard kunnen ook uw beelden heel belangrijk zijn. Als u dus bijvoorbeeld een bewakingscamera heeft hangen in dit gebied, bij die Albert Heijn, bij het appartement, kijk dan of u het latere slachtoffer daarop ziet. En stuur ze als bijlage met een tipformulier. Meneer Goyert, succes met het onderzoek. En voor u thuis, zodra we meer weten of er andere vragen zijn, komen we op dit misdrijf terug.